Good morning YouTube, yo gasten en welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en ik heb vandaag voor jullie een potje Wie is Wie met deze mensen allemaal. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Nou, dat klinkt alweer. Nou ja, goed. Laten we gewoon gauw gaan beginnen. Rust die is hem, hè, dit keer. Rust mag een map uitkiezen. En, Doe maar Raid. Raid? Oké. Okay. Ja, Raid. Raid. Oké, okay, nou dan gaan we beginnen op Raid. En ja, de bedoeling is natuurlijk om Rust te killen. En dan degene die hem killt, die is de volgende keer de verrader. Zo is het eigenlijk. Je kunt natuurlijk ook even de afspeellijsten bekijken voor alle vorige video's. Oké, nou, komt ie, gaat ie. Ja, het is natuurlijk ook zo, als ze deze game nog niet snappen, kunnen ze de vorige video kijken. Alle regels zijn eruit gelegd. Wie loopt er bij de garage? Ik ben bij de garage. Ik ben bij de garage. Oh, hij is bij de... Oh, fuck. Dat ben ik. Oh, hij is hier al, man. Wie is het? Dat ben ik. Wie loopt daar? Wie is ik? What the fuck, waar ben je? Piper. Oké. Wie is het? Ik weet waar die is. Ja. Die rat rent weg. What the fuck? Wij vieren zijn er niet, jongens. Niet elkaar pakken. Let goed op de omgeving, dan kan we iemand in onze groep laten. Dus blijf hier gewoon. Iedereen pak je zijn vier tevoorschijn, dan kan ik zien of jullie friendly zijn of enemies. Ja, jij nou je C4 pakken, ja? Die andere? Ja. Dat is ook goed, als verrader er gewoon bij gaan zitten. Ja, maar jullie willen C4 hebben. What the fuck? Wie is het? Wie is er in die rompe? Ik spring. Dat ben ik. Ik spring nu. Ja, oké. Wij zijn allemaal. En wie niet springt. Blijf hier. Moet je niet gewoon zo'n lul zijn en dan gooi je C4 gooien en dan... Ja, als iemand bij onze groep wil C4 tevoorschijn laten vragen, als je dat niet doet, eruit. Hij zit te campen gewoon, die homo. Hey, terugkomen jongens! Ik voel me alleen! Hey. ik was even te wachten. Waar is hij? Daar is iemand, kill hem! Oh, hier is hij! Nou, waar fuck. Zit, Volgende ronde. Oh, wat een bitch! Oh! Ja, ik heb hem! Oh my god. Ah, lekker! T-backen! Zelfmoord! Waar is hij? T-back hem. Hij is dood. Hier is hij. Op het basketbalveld. Ja, kom, we gaan trollen. Ja, iemand heeft hem. Hij heeft me. Ik heb hem al. Nou, is iedereen even zelfmoord pleeg? Ja, kom naar bij mij. Wauw, wat een homo. Oké, nou ben ik hem, gelukkig maar. En ja, dan kan ik jullie tenminste laten zien hoe het wel moet. Oh, zegt hij dat weer. Oh, en nou, nu komt het. Nou klitst hij weer, dat klote ding. Oké, nou, ik wil ook op een andere map natuurlijk. Ja, ik ben vol. Vindt die goed hoor. Nou, even kijken even naar de HDPV, want ik wil kijken hoeveel minuut. Oh, we zitten nog maar op 5 minuutjes, 4,5. Welke map gaan we doen? Ik denk stand of? Ja, is goed. Zie je? Dat doe je gewoon expres. Volgtje. Express, nee, dit is niet express, dit is stand of. Oh. Stand of? Ja, je weet nou dat de traitor ook een C4 gaat pakken. Dus we moeten een andere tactiek. Ja, gewoon rondrennen voor je leven. De trader heeft geen C4 pas hoor. Ja. En daar betaal ik dan uit.
Het is nu al spannend! De Ferrari heeft geen C4 klas. De Ferrari heeft geen C4 klas. Wie is dit? Wie zit in het huis? Ik. Geen van deze drie. Pak je C4 als je iemand ziet. Verrader heeft geen C4. Kijk hier. Je moet het niet neergooien, je moet hem alleen in je hand houden. Ja, hey, iemand bij de tank, laat je C4 zien. Nu, bij de tractor. Oké. Dat was ik, Viper. Wie is er boven? Laat je C4 zien, allebei. Ja, jij ook. Yo. Kom hier. Oh! Ik zit je gewoon een halve map daarvoor. Oh! Ja, laat je C4 zien. Fuck jullie! Nee! Ik wist hij schiet met dat hele groepje tussen. Schiet hij de tank door, serieus. Dan zit een heel groepje bij elkaar en hij pakt precies mij. Knijters! Er zijn vier mensen op de schieten, dus neemt die mij. Je helpt hem generation af te leggen. Jullie zijn ook met z'n drieën, ja? Ja, wie is hier bij de blauwe busje? Hier, wie is dit? Let je hier. Dat ben ik. Yo. Ah, zei het toch? Ik wou het zeggen, maar. Je hoort dat toch aan zijn stem? Dat ben ik, ja, het was slim om niet te killen. Ja, zijn stem is wel bekend. Ja, gek hè! We mogen elkaar killen, je weet het. Ja, maar je zit te campen hè? Nee, ik camp nooit, weet je. Nee, maar hij rusht fucking hard. Zijn naam is EQ Rush. Wat denk je zelf? Op wat voor manieren plaats jij je claimer dan? Oh, bitje! Ik zag je al lopen. Lekker! Ik heb gewonnen! Oh! Hard, hey! Oh! Bitje! Ah, campertje. Ja, had ik mijn noobstoep zo... Wat doe je daarin? Campertje, ik ben gewoon slim. Ik zag je hier lopen bij die tank. Zo. Hey, maar dat is irritant, man. Als jullie zeggen van, laat je C4 zien. Dat kan dan nooit. Dat werkt niet, man. Even kijken. Express. Drone. Je hebt ook nog nooit gedaan, of wel? Overflow. Twee keer gedaan. Oké, we zitten alweer op de 8 minuten. Dit is het laatste rondje dan meteen. Of ik er nou in of niet. Mag het toch niet open. Als je hem bent, dan is het wel echt irritant spannend, hè? Dan zit je allemaal met gekneten billetjes. Ja, wij niet, is er. Nee, jullie niet. Nee, wij. Nou, Jeff is de verraaier. Ja. Verraaier. En ik ben goed. Steengoed. Ja, ja. Pak je C4 erbij, nu! Nu! Ik heb hem, ja, ik heb hem ook. Kijk, Sven. Ja. Wie is het? Pak je C4! Pak je C4! Roma, ben jij dit? Pak je C4. Wat een lul! Pak je C4! Zelfmoord! Wat een sukkel! Jij bent echt dom! C4, wie is daar? Wie is daar? Ik heb van mij allemaal een C4, ja. Woed! Oh! Daar gaat hij. Ja, ja. Jongen. Ja, ja. Waar zit hij? Hier ligt een lijk. Jij hebt ook dingen staat er nu voor niks. Ik zou er wachter aanlopen. Hij is ook zo suk om jou te volgen. Goed. Ik sta in die steeg. Oh, echt, joh. Ik sta in die steeg gewoon. Ik sta gewoon in die steeg. Stom. Je bent er al lang uit, Jeff.
Dat mag je niet vertellen. Dat is gemaakt. Nee! Jammer. Zelfmoord. Kijk. Weer die rat van een speed is er, hè? Weer die speed, hè? Die zit al te campen net zolang dat jullie dood binnen zijn. Speedy! Waar zit je? Speedy Gonzales. Speedy, waar zit je nou? Ik zit achter je, Speedy. Nee! Oh! Ronde 2! Ja, ik zag je nog lopen. Ja, ik zag je lopen, zegt hij. Ja. Wacht, ik kwam van de onderkant. Wauw, we gingen dat ding geknijpt als ver. Ja, ik ben net. Oké, jongens, bedankt voor het kijken. En ja, jullie gaan het zien de volgende keer of ik dan de 3 streak heb behaald. Dus, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Jongens, bedankt allemaal. En wij spreken jullie later.